De pui is uit de gevel geblazen. De deurbellen zijn verbrand en de deuren zwart geblakerd. De schade in een trappenhuis in een appartementencomplex in Slotermeer is groot nadat er vannacht rond 1:15 een explosief afging. Ik hoor bom, zo het hoort. Maar ik zie niet. Maar komt mijn zoon meteen gaat die raam gaat lopen weg. Dan ik zeg, nee, ik ga niet in een raam. Nee, wat ik gebeurd. Kulka mama, moet gaat weg. Meerdere mensen in het complex werden door de politie en brandweer uit hun woningen gehaald. Onder wie twee kleine kinderen. Niemand raakte gewond, maar de schrik voor bewoners, die liever niet herkenbaar in beeld willen, is groot. Ik ben alleen, maar weer niet alleen blijven. Ik heb slapen met die buurvrouw. Is niet hier. De politie zegt, mag niet eens slapen. Want alles gaat weg. Alles. Familie, zoon, moeder, alles gaat met haar slapen. Het pand van woningcorporatie Rochdale was recent gerenoveerd. Vandaag was de woningcorporatie samen met de politie aanwezig om onderzoek te doen naar het incident en ook de schade aan het pand. De politie zegt dat er brandbare spullen zijn aangetroffen en dat ze uitgaan van een misdrijf. Er is nog geen verdachte aangehouden.